Ja, sorry. Hoe vindt u het om terug te zijn in Almelo? Nou, mooi hoor. Ik vind het echt mooi. Ik was hier nog nooit geweest, dus dat vind ik sowieso mooi. En ik vond het ook wel prachtig om net op de 19e verdieping, was het geloof ik, hè, van het gemeentehuis te staan en daar zo over heel Almelo te kunnen kijken. En wat ik vooral zie is ook dat het geld dat de provincie heeft geïnvesteerd, dat dat heel nuttig is geweest met het weer water terugbrengen in de stad. En dat dat de trots van de Almeloers ook heeft doen toenemen. En dat vind ik mooi om te zien. Want dat was natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling dat de stad weer meer een levende stad zou worden. Moet ik er wel wat over vertellen? Heel genoegen om u daar een exemplaar van te mogen overhandigen. Dank u wel. Zullen we dan even naar de camera kijken? Ja. Ja, oh, die, en daar ook nog één? In het zaal. U heeft zojuist het boek overhandigd gekregen van historicus Hans Hotman over drie eeuwen Joodse geschiedenis in Almelo. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het heel mooi dat ik dat boek heb gekregen. En ik heb geprobeerd ook bij de aanbieding te zeggen dat het heel erg belangrijk is dat de verhalen verteld worden van mensen uit Almelo. Maar niet alleen uit Almelo, uit heel Overijssel en Nederland. En dat we ons die verhalen voortdurend herinneren. Omdat vrijheid ook vandaag de dag niet zo vanzelfsprekend is. En daar moeten we zelf altijd wat voor doen om dat in stand te houden. Nou, het is zeker van belang dat wij proberen overal te praten, met elkaar dat dialoog aan te gaan, omdat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is, ook vandaag de dag. En dat probeer ik ook te doen in allerlei verbanden, dus met andere ministers, maar ook in NAVO-verband of in Europees verband, proberen wij het gesprek aan te gaan over ontwapening, over dreiging, over het feit dat we toch uiteindelijk samen moeten werken aan wereldvrede. Maar het is niet zo makkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Je ziet dat de dreiging vandaag de dag, ook aan de randen van Europa, dat die weer toeneemt. En dat is goed om ons ook vandaag maar te realiseren. En dan is het nog belangrijker om de verhalen uit de geschiedenis te vertellen. En welke taak kunt u specifiek vervullen tussen de continenten en de wereldmachten? Nou ja, wij zijn gewoon een betrouwbare NAVO-bondgenoot. Dus in NAVO-verband probeer ik met alle partners erover over te praten. En proberen we ook bijvoorbeeld de Amerikanen en de Russen aan te spreken. Om over kernwapens te spreken met elkaar. Omdat het INF-verdrag op dit moment is opgezegd. Dus dat is ook de rol die Nederland kan spelen.